zin is... Een S is een boom. Zeg na S. S. We hakken het woordje S met onze handen in stukjes. S. S. Lezen en schrijven. Als het goed is, leer je dat al in groep 3. Toch zijn er tienduizenden volwassenen in onze regio die het niet of nauwelijks kunnen. Analfabetisme is nergens in Nederland zo hoog als in de regio Rijnmond. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht probeert daar zoveel mogelijk op in te spelen. Want laaggeletterd zijn kan directe invloed hebben op de gezondheid. En dan moet je denken aan, als je moeite hebt met lezen en schrijven, hoe zorg je dan voor dat je leest over het belang van gezonde voeding of het belang van goed bewegen of hoe belangrijk het is dat je je medicijnen op de juiste manier inneemt. Of het belang van je houden aan de voorschriften die de dokter je geeft. Als je dat niet kunt en je volgt die richtlijnen niet op, dan kan letterlijk wel eens je patiëntveiligheid in het geding komen. De meeste mensen die laaggeletterd zijn, lopen daar niet mee te koop. Dus als ze medicijnen krijgen bij de apotheek, verzwijgen ze liever dat ze de bijsluiter niet kunnen lezen. Zoals de moeder van een peuter die vloeibare paracetamol kreeg. Pilletjes slikken gaat vaak niet zo goed bij zulke kleine kinderen, vanwege een oorontsteking. Dus zij komt thuis en ze denkt, oké, en wat nu? Dus ze pakt de bijsluiter erbij. Maar ja, bijsluiters zijn voor u en mij waarschijnlijk al moeilijk soms om te lezen. En ze gaat kijken en ze kwam er niet uit, maar ze ziet wel het woord oraal. En ze denkt, wacht even, oor. Dus wat doet ze? Ze giet de vloeibare acetamol in het oor. Nou ja, dus komt het niet op zijn plek terecht. En zelf zeg ik wel eens, het verschil tussen een oor en een oog is ook maar één letter. En als letter al niet je grootste vrienden zijn, dan kan dat wel eens misgaan. Koos Vervoort, die we gisteren al zagen in 7 minuten, kan erover meepraten. Tot ver in de 40 kon hij nauwelijks lezen en schrijven. Je hebt van die formulieren, dat is van die dikke boeken, weet je wel. Dan moet je, heeft u wel eens dit gehad, heeft u wel eens dat gehad. Dat kreeg ik van een psycholoog toen hij me ging testen die 3 dagen. Moest ik een heel boekwerk doornemen. En daar stond in, heeft hij daar wel eens last gehad? Nou, die woorden die kon ik niet uitspreken. Dus laat staan lezen. En dan dacht ik, dat zal wel dat betekenen. Dus had ik zo alles ingevuld. Ja. Maar mevrouw die was nogal nieuwsgierig. En die ging ineens zo zitten kijken. Die zegt, joh, Koos. En dan noemde ze me top. En dan zei ik, nee, natuurlijk niet. Ze zegt, waarom schrijf je hier dan ja? Toen zegt ze, zo klopt het niet. Je geeft heel verkeerd beeld. Dadelijk denkt die man dat je niet helemaal goed bent. Maar ook bijvoorbeeld als je dan naar de apotheek gaat en je krijgt een recept. Ja. Kwam je daar dan wel uit? Of? Nou, ik heb geluk gehad dat ik altijd een goede apotheek heb gehad. Ik heb altijd ontzettend goede uitleg gehad. Daar hoef je niet om te vragen, dat kreeg je gewoon. Maar dan moet je ook allemaal onthouden. Ja, maar dat kon ik wel. Ja. Ja, ik kon heel goed onthouden. Ja. Ja. Het Albert Schweitzer ziekenhuis houdt zoveel mogelijk rekening met mensen, zoals Koos vroeger was. Door in de bewegwijzering in het ziekenhuis veel beeldmateriaal te gebruiken bijvoorbeeld. Maar ook door laaggeletterdheid bespreekbaar te maken. Ja, deze folder hebben we speciaal laten maken om patiënten als het ware op te roepen. Zeg het nou tegen ons als je moeite hebt met lezen en schrijven, want dan kunnen we je beter helpen. Dus we hadden er zelf al gedachten over en toen heb ik samen met laaggeletterden gekeken van oké, wat voor tekst zouden we erin kunnen doen, hè? En mensen zeggen wel eens van maar dat kunnen laaggeletterden toch niet lezen. Ik zei, nee, ze kunnen wel een beetje lezen en schrijven. Dus samen met hen hebben we het op deze manier vormgegeven. En die staat nu op onze folderrekken. En ook als mensen opgenomen worden, dan krijgen ze een boekje Welkom in ons ziekenhuis. En als je dat boekje open doet, is een van de eerste dingen die je ziet, is ook weer deze oproep. Zeg het ons als je moeite hebt met lezen en schrijven. Dan kunnen we beter helpen. Daarnaast zijn er workshops voor verpleegkundigen, polykliniekassistenten en artsen. Met speciaal ontworpen kijkdozen. Over bijvoorbeeld leren lezen op school wordt laaggeletterdheid onder de aandacht gebracht. Of deze, waarin het gaat over ik hou niet zo van lezen, maar ik kijk liever televisie. Ja, dan zie je een woonkamer. En je kunt je voorstellen als je dan vraagt, wat ziet u hier? Dat mensen dan niet meteen de associatie hebben met laaggeletterdheid. En dat is wel leuk. En, we hopen dat dat weer een manier is waarop het
nou ja, toch weer tussen de oren komt. Ja, ja, zodat ook mensen erop bedacht zijn, ja, als er mensen zo iemand er al bedacht zijn, precies, voor zich krijgen, precies, in het ziekenhuis. Ja. Ja. Ja, en dat je het niet zomaar aan iemand kunt zien en dat het ook tegelijkertijd iedereen kan zijn. Want nogmaals, de meeste laaggeletterden doen er alles aan om te voorkomen dat het in de gaten loopt. En ik ben mijn bril vergeten, is niet het enige excuus dat wordt gebruikt. We weten ook, als mensen formulieren moeten vullen, bijvoorbeeld, oh, geeft u het formulier maar mee, dan vul ik het thuis wel in. Of, ah, ik heb een beetje een lelijk handschrift. Of mensen die bijvoorbeeld nooit op tijd op de afspraak komen. Dat zijn allemaal signalen. Een ander voorbeeld is als je patiënten een folder geeft, zonder afbeelding erop, met alleen een tekst, en je geeft hem op zijn kop. Iemand die laaggeletterd is, zal de folder vaak zo laten liggen. En iemand die wel kan lezen, die draait hem om. En dat zijn van die kleine, subtiele signalen. Ja. En ik zeg ook wel eens, ja, als je het vermoeden hebt, maak het dan bespreekbaar. Of vraag als je formulier geeft, vult u het formulier zelf in of kunnen we u daarbij helpen? Dus probeer ook die brug een beetje te slechten. Ja. Want dat is natuurlijk... Het ziekenhuis kreeg vorig jaar niet voor niets de Taalheldenprijs uitgereikt van prinses Laurentien. En nu richt Jacqueline zich op het diabetescentrum, omdat een steekproef uitwijst dat maar liefst een derde van de diabetici die het Albert Schweitzer behandelt, laaggeletterd is. Nou ja, dat betekent dat ik het team van het diabetescentrum ook weer ga scholen in wat is laaggeletterdheid, hoe kun je het herkennen, als je het herkent, wat kun je er zelf aan doen. Maar we gaan ook kijken, van hoe kunnen we nou de voorlichtingsmiddelen die we hebben, hoe kunnen we die nog toegankelijker maken. En ik ga ook kijken, kan ik daar ook laaggeletterde mensen zelf bij betrekken, hè? Van hoe kunnen we dit beter doen, zodat jullie het nog makkelijker begrijpen, zeg maar. En misschien moeten we nog meer af van de teksten, ook al doen we het in eenvoudig Nederlands, nog meer in beeld gaan doen, dat zou allemaal kunnen. Ja, ja, werk genoeg nog. Ja. Jullie moeten naar school. Wat is dat van deze drie? Feit. Een feit. Dan kan je wel zeggen, ik wil niet. Nee, je moet. Het is een feit.